Goedemorgen Van Dijken, hier Lots vanuit Gran Canaria. Ik denk ik stuur even een videoberichtje om te zeggen dat ik je mis en dat ik het mis om een programma met jou te maken. En dat ik naar uitkijk om weer terug te gaan. Niet vanwege het weer, want dat is hier natuurlijk wel een stukje beter. Maar gewoon om samen weer op avontuur te gaan, Piet. Ja, hier Piet van Dijken, de ene helft van het duo Lots en Van Dijken. Lots zit in Gran Canaria, Piet van Dijken staat hier in zijn slaapkamer in de moeskersgang en kijkt uit over het enorme rits aan pakken, broeken, polo's, winterjassen, noem het allemaal maar op. Maar dat moet je dan laten zien, dan moet je dus ergens op drukken, dat doe ik even niet. Ja, ik mis onze programma's ook. Ik gun jou daar natuurlijk het verblijf op Gran Canaria als geen ander. Maar je snapt ook wel dat de programma's die wij samen maken, dat heeft zo'n belangrijke impact in het leven der beiden, dat je er haast niet meer zonder kunt. Ja, maar Piet, zo makkelijk kom je er niet van af. We willen toch zien wat je inderdaad allemaal daarover vertelt. Over die jassen en pakken en stropdassen en... Nee, dat stropdassen zijn niet. Maar goed, anyway. Als je dubbel tikt op je eigen hoofd, dan krijg je dus de andere camera te zien. Ik ga de mensen nu laten zien wat ik bedoelde net met mijn pakken. Ga ik proberen nu te laten zien aan het volk van Nederland. Kijk. Hier heb ik hem. Daar zie je dus de jassen, de pakken en als laatste het vest met de polo's en tot slot nog twee shirts. Zie je? Dat bedoelde ik dus. Ik weet het nu. Klik twee keer op het hoofd en nu op de pakken en ik kom weer terug. Ja, hier ben ik weer. Piet zelf in diezelfde slaapkamer. Echt ongelooflijk, maar waar. Dus dan kan ik jullie ook bij wijze van spreken het schitterende boksspringbed laten zien. Ik klik twee keer op mijn hoofd. Ja, hier heb je hem. Zie je hem? Schitterend bokspring. Met daarboven twee naakte schilderijen. Naakten van de beroemde Groningse schilderes Annemarie de Groot. Klik ik terug op bed. Ja, daar is hij weer. Ja, niks meer aan doen, dacht ik. De mazzel. Bedankt voor het kijken naar deze stories. Volg ons ook nog even op Facebook. En als je dit op Facebook ziet, volg ons nog even op Instagram. Maar het allerbelangrijkste, en nu komt het, zo zou Piet het denk ik zeggen. Volg ons vooral en abonneer je ook vooral even op ons YouTube-kanaal. En klik op het belletje, dan krijg je een notificatie wanneer er dan de eerstvolgende video live komt. Bedankt voor het kijken nogmaals en tot snel. Hoi.